Yo, wat up mensen, mijn naam is Dylan, welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Factions, bij episode nummer 7 geloof ik. Ik ben hier samen met Guillermo weer, hallo Gilly. Hoi. En ik ben hier samen met een andere jongen, zijn naam is Enver. Hallo. Hij komt uit Turkije, hoor je wel eens zijn stem? Ja, ze moeten niet fokken. Ze moeten niet fokken, nee, in ieder geval, we gaan voor de eerste keer een raid uitvoeren. En Guillermo, jij neemt de leiding een beetje bij? Ja, ja. Zet die push-and-talk uit, Slobe! Rustig, rustig. Gaat niet meer, weet je, net vorige keer, we hebben altijd 3 seconden later. Zet die push-and-talk uit, man, kom op. Is het uit? Rustig, rustig. Het is uit. Oké, goed zo. En ik lag gewoon. Oké, hey, ik ga jou TP, nou ja, TPA Ultra Hardcore. En dan kan daarna Enver en mij TP'en en dan gaan we kijken voor ik de allereerste. What the hell, snelle Jelle. Ik heb chai op. Ja, oké, goed. In ieder geval, we gaan eens proberen om die beest te vinden. Het is hier ergens. Wacht, jij hebt een zwaard voor me toch, Enver? Ja. Waar ben je? Hier. Gratis zwaard. Oh, kut, ik ben de TNT vergeten mee te nemen. Of hebben we genoeg? Ah, ik heb er zelf al 23 bij. Oké, dat komt allemaal goed dan. Dat is cool. Hey, dan gaan we naar beneden en dan gaan we kijken hoe we het allemaal gaan doen. Volg ik Guillermo wel even. Kiel, ga. Hup, hup. Hier, moet het. Maak ruimte. Moet hij naar beneden aangezien? Want ik hoor wel de bodyguard hierboven. Sommige ga je recht naar beneden. Dan kunnen wij niet achter je aan, trut. Ja, ik kan toch niks anders doen. Oké, okay, ja. Wel weer een claim. We hebben dit nodig, want we kunnen namelijk zorgen dat we samen gaan. En als we dus... Hey! Nee, jongen! Jezus. Echt, gelukkig sta ik hier, hè? Sukkels. Ja, je slaat mij. Hey, ik heb niemand geslagen. Okay, hier. Hier is de base. Oké, hier is de base al. Dus... Ja, hij is... Kijk, hij is 7 bloks verder... wacht. Oké, okay. In ieder geval jongens, meer... wat het dus eerst raiden, we gaan dus iemand zijn baas betreden en proberen gewoon hun shit te stelen, toch? Dat is eigenlijk een beetje het plan. Ja. Oké, okay, nice. Het is dat meer deze kant op? Wacht, het is een beetje meer deze kant op. Waar, welke kant op? Het is... Wacht, F map, zie je dat? Oh, je kunt het zien toch, die kaart, ik zie het. Ja. Er zijn 2 bases hier, oh. Ja, die andere is van These Nuts. Oké, okay, we pakken eerst die grote gewoon. We hebben een heel groot deel gekland. We pakken eerst die Rebellion gewoon, die grote is dat toch? Dan voor deze kant op, toch? Ja, want die hebben we nou gekregen. Guillermo was namelijk online. Oké, okay, laat even ruimte. Ja, laat even ruimte. Ik laat Gilly even ruimte. Ik geef Gilly ruimte. Ik ga even vertellen wat er gebeurt. Want kijk, luister. Nee, heel veel mensen hebben Guillermo namelijk... hebben Guillermo gezien in mijn vorige video. En sommigen herkennen hem. Hij is dus ultra hardcore. En is iemand had gestuurd. Weet hij ook weer? Altijd Games ofzo? Oh, misschien moet ik hem geheim houden. Game tijd, misschien, sorry, misschien heb ik jullie verraden. Maar Game tijd, die zei van, nou, hier is een base. Dus misschien wil ik hem reden. Awesome sauce. Dus ja, misschien, dat is wel chill. En er zijn heel veel mensen die steeds vragen, deel kan ik bij jou in je faction? Nogmaals, nee, je kan niet in mijn faction. We kunnen allyen. Oh, ik laat achter, dat je maar 10 allies kan toevoegen. En we zeiden dus in de vorige episode, van, hey, luister, we gaan 1 hele grote crew maken. En een grote faction waar iedereen in mag zitten. Alle kijkers in 1 faction. De leider van die faction is Ultra Hardcore. En Enver V wordt dus de tweede erbij. Dus worden 2 hallo. Leiders. Hallo, AB. En die gaan dus zorgen dat iedereen in die faction zit. Dus dat we ze alle lekker kunnen chatten. Want we kunnen maar 10 toevoegen. En dan wordt dus een hele grote faction. En die faction heet Rot Yogis. Dus wil je erheen, moet je / F. En dan request ofzo. Of wat is het? Join. F, join. F, Ja, F join. Alleen moet ik wel, voor mij moet ik ze dan nog wel requesten. Ja, requesten. F/F join rotjochies. Dan kan je proberen te joinen. En dan kan je, als je ultra hardcore in de game ziet, of INVV, en later misschien natuurlijk meer mensen, kunnen ze je accepteren in die chat. En dan doe je /F/chat. En dan kom je dus op een gegeven moment in Alliance Only. En dan kan je praten hier van, hoi boys. En ze alle Alliance zitten daar te praten. Op die fiets. Mm-hmm. Ultra hardcore, je kan veel meer naar voren. Wacht, moet ik zeggen, Enver, ik gooi jou wel even in mijn faction, dat is wel makkelijk, voor nu. Goed. Wil je F... Oh ja, moet F invite, volgens mij? Ja. Oké, okay, Enver V. Voor nu kom je hier al, en later komt hij bij een andere. Hebben we hulp nodig, boys? Oh, sorry. Nee. Kijk, even kijken. Maar lekker even... Volgende keer. Er moet 4 blocks zijn. We zijn z'n 3 nu tegen, want volgens mij is die faction niet online. Moeten we iets weg, Haki? Want ja, jij bent deze. Nee, hij is ik heb nog die repeaters nodig. Oh ja, ik heb die repeaters voor je. Hij is bezig met die kanon, met dat kanon. En waar is die faction dan? Aan welke kant zit het? Daar. Wacht, wat is het, een strip mine? Nee, daar kunnen we veel meer naar voren.
Die had ik net gehakt, even kijken hoe ver we konden. Jezus, dat had ik het niet goed gedaan, of wel? Ja, oh, okay. die faction is toch aan deze kant? Dat is hier. Dat is rechts van ons, of niet? Nee, ja, het is niet voor ons. We kunnen het beter hier doen, dat is mijn fout, sorry. Oké, dan gaan we een stukje. Maar ja, het is mijn eerste raid. Ik vind het spannend. Ik loop hier maar een beetje in de weg, een beetje kijken wat er allemaal gebeurt. Ik weet het er ook allemaal niet. Ik ga misschien nog even naar shop toe. Vergeet een waterbucket te kopen. Ik maak hier even plek, is goed. Ja, is goed. Wij fixen die shit wel. Oké, daar moet gewoon plek gemaakt worden. Oké, dat is al die territory. Ja, hier. Dit is al van hun. Voor de mensen die het afvragen, ik ga gewoon echt de meest simpele kennen maken. Dus niet verwacht dat het echt de beste kennen ooit is. Oké, ja joh. Mensen gaan sowieso, ik ken een betere kennen. Ja, iedereen kent een betere kennen. Ik ken helemaal niks. TP, accept. Het is echt lang geleden dat ik een kennen heb gemaakt. Ja, ik ben echt benieuwd. Ik ben benieuwd jongens. Het is mijn allereerste raid. Ik vind het allemaal helemaal spannend en zo, weet je. Ik vind het eng. En we gaan het gewoon wel zien hoe het allemaal in zijn werking gaat, weet je. Raiden. Ik heb trouwens ook YouTuber rank aangevraagd. Dus dan kan ik volgende keer misschien vliegen. En dat krijg je dan als YouTuber. En dan kan je leukere video's maken, makkelijker te raiden. Je weet zelf. Waar ga je naar voren? Naar voren of hier naar rechts? We gaan even kijken, jongens. Hier moeten we sowieso naartoe. En kijk, een X is een beetje deze kant op, maar we moeten vooral gewoon hier recht naar voren gaan. Is goed. Dus we moeten gewoon maar komen ze sowieso wel in de midden, denk ik. Ding maken. Ja, weet ik veel. Ik kom er wel achter. Ik ben benieuwd, jongens. Oké, hoe maakt dit? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Moeten we nog verder? Ja, 5. Nog even een paar bloks gewoon voor handigheid, neem ik aan. Oké, ik doe het wel even. Ik heb de water heb ik ook al gepakt. Dan doe ik deze. Ja, zo kunt ze zeker iemand inlog voor hun. Denk je, hoi. Weet je wel, is de basis. Hoi, hey. Dan breken we gewoon zijn neus en dan maken we gewoon dood. Pakken we de rest. Ja, geen probleem. Ik ben benieuwd, man. Ik ben echt benieuwd hoe zo'n beest eruit ziet. Het is echt fucked up, zei het. Kan zijn dat ik helemaal aan het falen ben, hè. Dus. Kan zijn. Ah, joh. Jij bent de captain van mijn. Ik heb echt lang niet meer gereden. Van mijn fanfaction. Dat wordt dus inderdaad Rotjochies. Die heten dus Rotjochies. En dan kan je proberen in te komen. Dat type is natuurlijk zo. Dus F. Join Rotjochies. En dan kunnen we met z'n allen praten in de chat. En gezellig als we ooit aangevallen worden of we gaan raiden. Proberen om zoveel mogelijk mensen mee te nemen. En dan kunnen we met z'n allen dikke vissen zetten. Ik heb een button nodig. En uiteindelijk zelfs, wat ik wil gaan doen, is dus dat zorgen dat bijvoorbeeld Guillermo en Enver niet meer zo hard hoeven te werken in die faction. En dat er dus inderdaad ook gewoon mensen, dus jullie kijkers, gewoon de leiders van die faction worden. Dus dan kan je zelf gewoon, als je gewoon heel actief bent en natuurlijk die base bouwt en laat zien dat je er echt zin in hebt in deze, ja, om die faction te leiden, dan krijg je natuurlijk een hoger rang. Of niet? Ja. Ja, ja, ik. Mm. Jullie gaan hem leiden, weet je. Ik ben bezig met mijn eigen kleine faction te leiden dan. Oh, mijn pickaxe. Aha. Abel, wat stil je pickaxe? Mag ik terug? Hier, kijk, wacht, fixen. Okay. Ik ben gewend, Wat? Ik ben gewend pickaxe te stelen, dus. Ja, natuurlijk. Ik weet. We werken altijd op service toch? Dus je moet die zatvallen meteen pakken wat je pakken kan. Ja. Ik ben echt benieuwd waar we zitten, man. Er zit er nog eentje hier, hè? Nog een andere kleine beest ergens hier buiten of zo. Was dat These Nuts? Ja, These Nuts of zo. Kleine kuts faction. Maar ja, oh jezus, er moet nog één naar achter. Ik faalde, jongens. Ik heb gefaald. Ja, relax, jongen. Komt goed. Is geen probleem. Geen probleem. Is geen probleem. Je zegt niet, ik ga niet klagen, want ik weet zelf niet beter hoe het gaat. Dus dan kan je niet klagen, vind ik. Maar is het één. Het is maar één. Oh, verkeerd om. Oké, we hebben lampjes. Nee, andersom, god. Relax, Giel. Ontspan. Laat hem in. Kalmeer die tieten. Ja, kalmeer die tieten, Mattie. Nee, hij moet zeg maar. Dat was wel goed, weer dit. Hij moet wat? Kan wel eigenlijk. Oké, hoe werkt het ding dan? Kijk, dit is dus maximum delay. Zo, en dan moet hier, zoals het goed is, een blok. En dan is dit zo. Deze zo. Zie je zo'n button? Die is in pocht afgehaald. Wil je mee? Gaat hij dan die TNT lanceren? De eerste moet dan een source blok zijn. Voor de rest doen we gewoon zo. Wat voor blok? Mij zit hem al. Wat voor blok erin? Dit is een source blok. Water. Nee, dit is allemaal goed. Voor mij is dit hem al. Nee, je moet nog ding, hoe heet dat? Deze TNT nog. Oh ja, wacht. Sorry, activeren. Ik was iets vergeten. Wat? Wat zeg je? Wat moet ik activeren? Deze TNT nog. Oh ja. Activeren. Ik snap er geen kut van, ouwe. Kijk, laten we checken. Hier is een knop. Ik ben bang dat ik. Voor mij moet deze redstone torch hier zo.
Alleen iets maar, in me zegt als ik dit doe, dat, dan gaat de TNT geactiveerd worden. Ja, dan gaat de TNT meteen af. Oh, en, dat is hem misschien. Dit is hem. Ik heb hem voor mij. Even kijken. Weet je zeker? Hij gaat meteen af, hè? Hij gaat, of niet? Nee, nee. Hij is smooth, oké. Okay. Hij is zo. Wacht, nog niet drukken, hè? Wacht, hij is dus zo. Misschien dus moeten we even een escape route hebben. 2, 3, achter ons toch? We gaan gewoon meteen die kant op sprinten. We kunnen proberen, zal ik het gewoon proberen? Wacht even. Wacht even. Laten we even hier naartoe gaan. We gaan even. Weg. We maken even een dikke vette gang. Heeft nog één iemand één repeater? Ik niet. Ik had een repeater. Ik had 4 repeaters gekocht net. Nou, even kijken. Dit zijn er vier. 1, 2, 3, 4. Je hebt toch 4 nodig? Hoort hij te werken nu? Of wacht, of heb ik hem nu fout gedaan of zo? Wacht even, ik weet het niet! Want je bent verzeigd. Nee, dit is goed. Deze, hier hoort een blok te zitten. Oké, luister boys. Volgens. We kunnen ze meteen, meteen moeten we die gang uitsprinten. En daar kunnen we een gangetje in, ja? Ja, we gaan kijken of ze het hebben gedaan. Oké, wacht, wie wil drukt? Ik druk, tuurlijk. Zijn we klaar voor? Mag hier appels voor iedereen even. Ik had een appel, je weet. Oké, zijn we er klaar voor? Het is wel nep, maar... 3, 2, 1... Ja. Rennen, apen! Rennen! Auto! Ik denk gewoon hier naartoe, ik weet het niet. En we blijven gewoon daar. Hij doet het niet. Ah! Potver. Dikke veel. Heb ik wel geklikt. Of is het ding... Wacht, kijk. Ja, wacht. Even kijken. Ik heb gefaald in komt, mijn leven. Ja, dat komt door dit, wacht. Ik ben benieuwd. Ik weet het voor mij al. Oké, ik ben vergeten om hier nog een redstone dus te plaatsen. Want anders connect hij natuurlijk niet met de button. Oh, deze moet weg. Moet van mij zo. Ja, dat moet ook. Dan. Maar dat moet bij de andere kant dan ook. Nee, want hier gaat hij door de redstone torch activeren. Zit die torch weer? Oké, ja, die klopt. Oké, boys. Zijn we klaar? Ik proberen, of? We klaar, één voor ook? Ik heb echt... Ja. Knie 2. Ja, hij gaat! Ik hoor hem! Kutblok. Ik ben weg, mijn boys! Oké, dat was hem. Werkt het? Ah, ja, hij schoot wel. Ik hoorde wel boom. Nee, omdat deze niet geactiveerd wordt. Ja, dat bedoelde ik dus. Dan moet je hier... Ik heb echt te lang niet gedaan. Ik snap er geen moe van. Oké, ik vind het wel leuk. Oké, wat doen? Wacht. Moeten we TNT halen weer? Ik weet al hoe dit werkt. Oké. Geef mij al de repeaters. Er zijn 4, we hebben er 4 maar, hè? Deze zit wel goed, alleen voor mij moet er nog even, ik ga even kijken hoor. Ik ga nu ga ik dat gewoon echt googlen. Moet je... Wacht, ik weet al hoe dat werkt. Geef eens 2 redstone dust. Giel. Ja? Geef me even 2 redstone dust. Oh, sorry. Waar is het? Oh, hier, alsjeblieft, je mag allemaal redstone gewoon. Alright, ik heb een neerbouw. Hier... Oh ja, ik zie het nu al. Wat volgens dat ding... Oké, waar? Oké. Oh, nee, ik weet wat het is, sorry. Precies, dit hadden we net. Het was net wel gewoon goed. Ik had 1 fout gemaakt. Ik kijk nu even. Ik had het wel enigszins goed. Wacht, fuck. Deze moet wel deze kant op. Nee. Voor mij moet ik zelfs deze kant op. Even kijken. Zo moet het voor mij. Ik weet het wel. Rustig, Giel. Ontspannen. Hij vindt het spannend wat hij natuurlijk in die opname zit. Rustig, Giel. Komt goed. Ik moet het goed doen. Ik moet het goed doen, zo. En dan weet dit, en dan om het te kijken, gaan we zo doen. Doe niet zo die redstone torch, want het steekt dit als het goed is niet aan. Even kijken nog één keer. Ik vind jou stak het er niet aan. Ik pomp hem meteen, hè. Omdat hij in de hoek staat. Je moet, hoe ga je het anders doen? Even kijken. Kijk, ik ga even kijken. Ik zit echt wel aan het nadenken. Het gebeurt er allemaal, man. Kijk, als je... Science. Wacht, als je hem zo doet, wacht. Ja. Dan moet deze even uit. Ja. Even denken. Zo is het goed. Dan moet hij hier... Ook maar goed. Als je deze gewoon... Als je hier een redstone plaatst. En... Zo. Oh, kut, sorry. Nee, hij moet wel op die blok. Hij moet echt wel zeker op die blok daar. Wacht, even mijn idee proberen. Dit is zo grappig om te zien. Je zit twee te discussiëren, ik snap echt niet wat er gebeurt. Ik zit gewoon te wachten tot er een grap... Als we nou op drukken, dan moet hij het doen. Waarschijnlijk is dit gewoon nog een manier om het te werken, maken. Ja? Oké. Wacht, druk en dan ga ik even kijken en dan ren ik wel weg. Wacht, even iets. Ga weg met mijn lek. Ja? Ready? Doe maar. Ja! Oh, we rennen! Hallo! Oké, hij schoot wel. Werkt hij niet? Weet ik niet. Nee. What the fuck dan? Geef me nog een kans om het te doen. What the fuck? We hebben echt kapot van TNT ook geweest dan. Geef me nog 1 kans. Even kijken, zo. Zo. Doen we zo. Dat werken, jongens. Heb je die redstone torch nog? Ja, hier. Doen we dan zo.
Ik zal hem een beetje naar achteren gaan. Misschien blaad het laatste top. Het hoort niet deze titel op de laatste nu. Ja, wel! Oh, net op me! Ik faal mijn leven. En het, wel, en het is eigenlijk wel een TNT naar beneden gegaan of wat dan ook. Oké, ik ben gefaald in mijn leven. Oké, boys, we zitten al een kwartier te kutten. Ik zou zeggen dat ik dit moet uitknippen. Nee, we gaan niet knippen, gek. Dit is leuk. Maar ik mag niks zeggen, want ik weet niet wat er gebeurt, weet je. Ik ga wel even minen dat jullie klaar zijn, ja, boys, is goed. Ja, jongens, wij gaan lekker op de mine tour, want ja, we zijn even bezig met het teken, man. Hey, wat maak je donker, Abbe? Ik heb echt... Doe even normaal. Ja, ik dacht, het is in één keer donker hier zo. Kijk, ik had echt moeten voorbereiden. Maar niet uit, Giel. Komt goed. Ontspan, gooi je haar los. Ga even lekker googlen, check je shit. Ik ga wel gewoon... los. Ja, toch, gooi je haar los maar. Geen probleem. Weet je, ik ga even rustig kijken. Ik maak alvast even een uitweg voor als die... waar we vandaan kwamen, weet je. Dat is wel even leuk. Goed, even kijken. Want stel je voor, we moeten zo meteen hier weer uit. Want we komen helemaal vandaar. Dus ik ga wel even een trappetje maken hier, dat vervelen. Ik bedoel, hè, ik moet toch wachten tot onze Brainiacs klaar zijn met het kanon. Ik kijk nu even. Zo. Dit moet sowieso. Ontspan. Volgens het ding. Hé, hey, waarom af en toe hakken ze die shit. Hak die shit niet weg, hè? Het is zo irritant. Maar. Hack of zo? Ja, of mijn hack uitzetten, sorry. Ja, kan ook. Ja, 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 mijn nodes of zo. Hoe heet ik weer? Optifice gehack. Miyagi. Voor weer is anders is zo. Hé, hey, Rebellie zit ook hier! Maar deze moet gewoon. Wacht, dit moet wel werken, denk ik. Rebellie is toch. Dylan, dat is niet de code. Wacht zo, wacht, ik ga het even proberen, is goed. Hallo. Ik ben echt vet. Wacht, zo. Gaat hij af? Ja, hij doet het, dit keer doet hij. Ah, jongens. Ja! Ja. Oh. Nee, we staan steeds niet binnen. De kern is wel kapot, maar we komen verder. Er is nog één blok verder, nog twee blokken verderop, volgens die gast. Oh nee, wacht, moeten we meer die kant op? Nee, laat maar. Heb nog acht bloks. Oké, weet niet hoe jullie dat gedaan hebben. Ik ga even met jullie meekijken nu. Want het is gewoon een suicide TNT of zo. Ja, maar nu zijn al die repeaters kapot. Echt? Ja. Moeten we nieuwe kopen? Jongens. Ja, is goed. Ik ga wel naar shop. Ik heb al nu zo'n guide, dus op zich kunnen we het ook proberen. Zo, gewoon nog één keer mijn manier proberen. Ik ga even snel tippen. Hey, dit is wel irritant, want mensen gaan naar me willen tippen de hele tijd. Dat vind ik irritant. Oké, wacht. Ik ga kijken of ik hier... Ik ga even mijn repeaters kopen. Hoeveel hebben we er nodig? Je moet de torch. Ja, te kopen, maar ik geef jou wel geld anders. Hè? Nee, ik heb er 3 gehaald. Even, ik ga naar spawn, dan ga ik even mijn TNT erbij halen ook. Dan hebben we genoeg TNT. En dan kunnen we... Ik heb geld gegeven. Koop anders even ook voor de rest van torch. Hebben we ook veel nodig. Ja, wacht. Ik ga even mijn eigen TNT halen. En dan gaan we even kijken hoe die rate werkt, jongens. Dit is mijn eerste rate ooit. En dan gaan we meteen. Dat stelt wat te kutten. Lachen gierenbrillen dit, zeg. Oké, slash... Ja, zo kan het ook. Klopt. Warp shop. En dan nu de TNT, toch? Ja. Dus dan doet hij het ook. Ignore spam. Yo! What the fuck? Nee, oké. Okay, ik ben dom. Oh. Kap met spam. Wat heb je gedaan, Giel? Wat? Oh ja, natuurlijk, het is water, hè? Wat zeg ik? Wat doe ik dom? Ik had best vergeten om die toort te doen, maar ja, het gaat de goede kant op. Je moet iets kopen, waar zijn niet? Waar zijn die redstone torch moesten kopen, hè, zei je? Ja. En veel repeaters. Nee, hoeft niet per se. Ik heb nog heel veel. Ik heb nog een paar sticks en een paar redstone. Ja, oké. Okay. Dus ik heb. TPA naar ultra hardcore. Oei, ik vind het wel spannend, jongens. Nou, ondertussen, jongens, als jullie kunnen inloggen op deze server, natuurlijk pvp.argon.net. Groene server. En proberen de faction te joinen, rotjochies. Want daar komen natuurlijk al onze kijkers in. Hier, ik heb 3 repeats voor je neergelegd. Oh, level up, wow! Oeh, spannend. Oké, mooi. Ik ga even checken. Ik ben even bezig met even checken, om hier uit te komen. Wat hier? Volgens dat ding moet hier dus eigenlijk dan ding. Ja, dat had ik wel goed gedaan, alleen ik faalde gewoon. Ik moet de TNT nog niet erin moeten doen. Dat was een beetje domme. Oh, ik ben benieuwd. Ik ga er even omheen hakken, misschien hebben ze een mine of zo. Ik wil even checken. Ja, precies. Ik maak een pad naar boven, want hierboven zit ze ook, hè. Ik want het heel hoog zit ik nu, en daarboven zit ook een stuk van hun. Ze hebben volgens mij echt een fucking grote basis, die gasten. Ja, ik denk het ook, ze hebben veel geklimd. Ja, het is best wel, ik heb het gezien, het is best wel groot, maar... Oh, niemand van hen zijn online, en ze hebben 8 spelers. Dit is fucked up. Ah! Ik lag! Dat zijn allemaal kijkers van mij. Het rare is dat, zeg maar... Jongens, als jullie bij Rebellion zitten, een kijker,
Don't be mad. Ik wilde gewoon raiden. Je krijgt al je spulletjes terug. Inspection. Ja, moet je wel goed shit beschermen, gek. Ik krijg al je spulletjes terug, ja. Ja, ja, tuurlijk niet, man. Gekke piraten zijn we, gek. Dat is ook, nee, ik maak het maar een grap. Abe. Oh. Wat? Even Abe, ik ben boven. Oké, mooi. We hebben een pad waar wij het kunnen ontsnappen zo meteen. Oh, dit kan ook wel voor mij. Dit kan ook. Even kijken. Ik ga er even omheen hakken, man. Right, ik ben hier wel lekker bij. Ik ben klaar iets voor de dingen. We zitten wel op de goede hoogte. Heb je nog een redstone? Wat? Ja, 12. We zitten op de goede hoogte. Nee, we zitten op de goede hoogte. Hé, maar boys. Is het klaar hier voor een nieuwe schot? Ik ga een nieuw concept proberen. 1 seconde. Oei, het duurt allemaal zo lang altijd, Guillermo, joh. We zitten alweer op een opname van 20 minuutjes. We hebben het enige gedaan, hebben is een beetje lopen. Nou, wat we altijd doen in infectious. Dus het is altijd even gekund. Heb je redstone torches, Dylan? Ik heb geen redstone torches. Oh. Nee, ik heb nog wat. Dylan, heb je nog. Sorry, ik heb nog één redstone repeater nodig, het spijt me. Godverdomme. Zes warp shop, ga ik wel even halen. Oh, ik heb geen probleem. Ik heb er eentje. Hoi, Myron. Oké. Mijn broer staat erop. De camera zag je binnenkomen. Oké, even zo 1 seconde. Heb je nog een repeater nodig, ja of nee? Nee, toch? Nee, laat maar, hij heeft ineens gedropt. Hé, wat moet ik doen dan? Gewoon een beetje rotlopen. Maar ik ga kijk deze meneer. Wacht even, ik weet niet of het werkt, maar. Oh nee, die moet ik niet doen, dat is de oude. Dan moet je zeg maar zo zeggen. Ik snap het, alleen dan gaat deze kapot. Laten we één keer met deze proberen dan. Dan ook deze wel. Ja, even accepteren. Suicide. Ian, ik heb je gestuurd. Kan ik even wachten? Oh god, ik ben echt. Als het goed is, hoor ik nu. Ja, ja. Ja. Wat Oké, dit hoort te werken. Kijk, boys. Hey, Enver, pas op met die TNT daar. Enver, nee! Wacht, dat maakt niet uit, dan raakt het niet. Oh, oké. Okay. Maar, het is iets meer naar. We moeten eigenlijk eerder naar rechts gaan dan naar links, volgens mij. Kijken. Ja, we moeten eerder naar links. Ja, nee, fuck it. Kun je dit proberen? Schiet gewoon, man! Doe jij maar. Dat is schiet. Hup, rennen, Abe! Ik heb geen food meer, ik heb geen. Nee, hij doet het niet. Wat? Ik heb weer gefaald. Deed hij het of niet? Nee, hier zit geen redstone. Oh, wat? Oh. Iemand heeft die repeater nou weggehaald. Hier is de repeater. Oké, wacht. Wat nu? Daar gewoon een torch of gewoon een redstone. Ik ga nog één repeater halen. Oh my god, jongen. Okay. Dit duurt. Nee, Abe! Hij doet het wel. Ja, werkte die? Ja. Zijn we er bijna? Nee. Nee. Godverdomme. Mm. En nu? Want hoe lang duurt dit nog, man? Kunnen we het niet gewoon overclaimen? Kan je het niet overclaimen? Kijk eens. Wat is ook weer de naam? Fuck, ik ben de naam vergeten. Het kan toch één als je erin loopt? Map F Who. Rebellion. Kijk, ze hebben 43 land en ze hebben 63 power. Dus nee, ik dacht niet. Oké, skiet die shit gewoon op, dan. Of we doen gewoon wat Enver net deed, en dat is gewoon echt de suicide manier. Dan plaats je gewoon 2 TNT, de ene blaas je op en de ene daarna. En dan launch je de ene TNT, de andere naar voren. Ik snap wat we moeten doen. Oké, doe dan. Ik wil even beginnen, maar. Ik heb geen TNT meer. Ik heb hier 35 AB, kom. Had ik gief. Schiet op, AB. Maar volgens mij is het toch een stukje hoger is het hun basis, of niet? Nee, het is. Maar haal het dan even weg, anders kan ik niet naar die kant toe schieten. Hij is 46. Dat moet weg. Dit even. Ik pak even mijn ding, sorry. Ding. Wil ik die de pizza allemaal weghalen? Ja, doe maar even weghalen. We hebben ze later nodig. Oké, dat wil ik zien. We gaan dus voor een. Het heet Suicide TNT wat jullie gaan maken. Kijk, dit is de Turkse manier. We moeten meer naar die kant gaan. Heb je wel 2 redstone-toortjes? Ja. Heb je wel 2 redstone-toortjes? Oké. Ik pak die gewoon niks van, hoor. Ik zit echt gewoon. Dylan, ik probeer het uit te leggen wat hij gaat doen. Hij plaatst zijn TNT. En hij doet hij doet het verkeerd om. Hij moet naar voren. Hij moet die kant op. Ja, oké. En dus de ene die gaat die eerder schieten. En die launcht dan de andere. En die andere gaat dan in de lucht kapot. Kijk. Wat wil je zeggen? Iets meer delay. Nou, goed, kut, toch? Je hebt anders op. Oh, wacht even. Hij ging goed, toch? Hij ging goed. We gingen bij eentje dieper. Iets meer delay, volgende keer. Hij ging iets dieper. Nou moeten we er gewoon de hele tijd doen, toch? LOL! Ja, maar hij moet misschien wel een meer delay. Dus eerst één aan. Dan die tweede. Ja, en dan nu de tweede. Ja, precies, en dan pak je allebei dan weg. Mm. Oh nee, die torch wil ik. Als je zelf een damage krijgt voor een torch. Ja, volgens mij moeten we nog kapot verder, of niet? Ja, ik weet niet. Nog 6 blocks. What the fuck, what the fuck? Oké. Kijk,
Moeten we hem moet op dichterbij plaatsen? Dat is moeilijk, hè? Ja, dat lukt niet, omdat hij geclaimd is. Dus we moeten echt gewoon op, vanaf deze ogen. Nee, oh, ja, kijk, hier is het torch. Dan moet je nog steeds meer delay doen, omdat hij dan in de, ver in de lucht launcht. Misschien. Probeer maar, doe wat je wil, man. Of moet ik het doen? Wat zijn jullie bang? Gewoon staan hoor, hé. Ja, juist. Zo. Nou, hij valt. Maar hij is wel. We gaan allemaal omlaag, toch? Ja, ik moet hem eigenlijk wat eerder schieten. Nog drie bloks. Kut, we zitten vast, we kunnen niet omhoog bouwen. Jawel, ik kan iets doen. Mag springen, oh, ik wil water. Ik wil water plaatsen. Ik sta hier toch? Geef mij die water dan, gooi je bucket. Oké, als die bucket. Dan moet je hem daar zijn. Kut, zo jongen. Is water. Rustig. Het water is weg! Oh, nee, hij is weer, hij is wel. Is check het hier. Ik heb jullie gered! Hier, MVP, ik was de belangrijkste voor jullie allemaal. Kom omhoog. Ik weet. Ik weet. Ik moet hem eigenlijk wel eerder doen. Oké, dat is wel grappig. Ja, maar ik zou dat je als je... Oh ja, nee, wat zeg ik? Je moet hem eerst eerder doen, dan gaat hij juist hoger. Sorry. Maar joh, Guilherme komt echt te ei af en toe, hè. MLT. Oh, fuck! Tut. Je moet hem eerder doen, natuurlijk. Ja, dat zeg je net. Dat zeg ik net. Hij moet snel, je moet gewoon pap. Brap, dan knalt hij hem. Gelijk dikke damage. Gewoon klak. Even kijken, zo ver genoeg. We lopen echt de kutten, jongen. Leuke episode, jongens. Red Abbe! Hopelijk is de. Ja, hij ging wel hoog. Dat is wel veel hoger. Ja, maar ja, we moeten echt kapot veel nog doen, man. Ah, rustig. Hij moet hoog. Hij moet wel hoog blijven. Dus dat is wel mooi. Slappe kanon. Jongen, ik ga volgende keer zelf uitzoeken hoe zo'n kanon werkt. Want dit is drie keer niks reden, zo. Kijk hoe lang het. Juist! Die was nice. Ja? Ah, we komen er niet. Laatste muur volgens mij. Ah, dit boys. Oh. Moet ik even kijken hoe verder deze raid is zo hard gefaald, hè. Natuurlijk is het gefaald. Ik bedoel, wat denk je? We zijn nog drie bloks weg. Come on! Linda, even! Au. Kom op, man! Oeh! Kom op! We zitten zo close! We zijn echt bijna. Maar het kut is, moeten we oppassen dat we niet, zeg maar... we moeten wel erin kunnen komen nog. Hij is... Moet er zo maar in kunnen komen nog, hè? Ja, misschien met enderpearls ofzo. Ja, die heb ik niet! Oh, ik ook niet. Kopen. Maar die man zei dat alles daar was, dus... Oh, ja! Lennon! Nee. Ja! Ja! Kom eens door! Gatou! Maar jij, we kunnen er niet komen! Weer, jongen! Nee, ik heb water voor je nog. Maar we kunnen er niet komen! We hebben enderpearls nodig. Oké, wacht, ik ga shop, ja? Ik ga shop. Slash warp shop. Oh, ja! Eindelijk binnen! Eindelijk binnen, ouwe. Godsamme. Wat een berg, zeg. We gaan ondertussen gewoon verder. Ja, gaan jullie maar verder. Maak nog één gat of zo. Het is dus wel... Ook ze loot het wel waard. Is het er helemaal niks in? Kijk, je gaat het ook, hoor. Het gaat voor de show. Hey, we kunnen geen enderpearls kopen. Ja, we kunnen naar binnen. Ik zie fences en een deur. Wacht even hoor. Ik kan naar binnen. Wacht even, moeten we een enderpearl kopen of niet? Nee, hoeft niet. Oh, oké, blijkbaar. Zeg wallah, Abi. Wacht. Weet je zeker of niet? Wacht, misschien kan ik glitchen, wacht. Het probleem is. Ja, ik zit erin. Oké, wacht, ik TP. Hoe dan? TP, ja, wacht even, wacht. E-Enver. Kom, we gaan eruit weer waar je net was. Ik ga naar ultra hardcore, dan gaan we het zien. Ik wil het zien! Ik wil zien! Oh, hoe komt hij erin? Wacht dan, ik wil zien. Ik wil zien zo meteen, wacht. We gaan zien hoe die doet. Ik heb nog geen enderpearl. Oh, ja, zo. Wacht. Ik tip. Gilly, accepteer dan. Ja, ik heb al gedaan. Oké dan. Oké, ik ben er. Ik moet even erin glitchen. Hoe glitch je erin? Ik glitchen. Gewoon hakken en dan gaat die blok toch kapot. Moet allemaal mijnen en dan ga je in de blok staan. Ik ben echt slecht met mijn lag. Ga ze eruit, Gil? Ga ze eruit? Dan moet je een beetje naar achteren. Ga ze er even uit, Gil? Ja. Oh, iemand tip. Hoe doe je dat dan? Ik heb gewoon TP'en. Oh ja, en nu? Als je gewoon in zit, dan moet je gewoon wachten. Ga er eens in. Ja? Ik sta nu in. Oh, TP ja gewoon naar ons. Hoe ben je gekomen? Nee, ik wil weten hoe het moet. Kijk, als je mag, moet je erin springen, dan zit je erop, zeg maar. En ja? Dan moet je nog een keer. Oké, wacht. Nou moet je, als je springt, kan je een beetje naar achteren en dan weer naar voren. Jongens, leuk dat we nu erin zitten, hè, maar we kunnen nog. Ja, we kunnen de kist niet openen. Waarom niet? We moeten lager, het is hieronder ook. Het is sowieso hieronder. Dus ja, wacht daar. Ik wil gewoon even zien hoe het eruit ziet. Waarom kan ik er niet in? TP gewoon aan me. Ja, ik wil het gewoon leren!
I moet leren, baby! Oké, fuck it, ik tape je gewoon naar jou toe, jongen. Fuck off. Ik heb geen zin in deze shit. We zitten al fucking langs hem aan het kutten. Zijn we eindelijk binnen voor... En zitten er helemaal... Ik heb geen kist openen. Ja, dat is wel... Oh, Rotjok, ik dacht... van hun is iemand online ofzo. Godverdomme, naar beneden gevallen. Maar zo kunnen we geen testen openen dan? Ja, ze hebben ze uitgezet. Ja, dat kan je. Maar als je, het staat onder, dus we zijn er al eigenlijk al bijna in. Dus we moeten gewoon nog steeds naar onderen gaan zitten. Ja, we moeten nog meer naar onder eigenlijk, ja. Hoe, krijg je, hoe kan dat dan? Want nu kunnen we niks openen. Waarom zou je nou iets reden? Ja, dan moet je. Ja, de kist kan je wel opladen. Heb je geen creeper eggs ofzo? Die kost fucking veel. Ja, denk het ook. Kost echt rond de 300.000 per stuk. Nou ja, dan moeten we gewoon de kist opblazen met TNT, maar ja, dan moeten we... Auw. Kijk, daar ongeveer zit de farm van die eten ding. Ja, sugarcane. Dus ongeveer daar moeten we nou in, denk ik dan. Oké, ik dacht dat je gewoon wel een chest kon van mensen altijd, maar dat kan dus niet. Nee, dat hebben ze ooit gezet. Sommige servers wel, sommige servers, het ligt aan de server. Ja. Wat ze beter wel kunnen zetten. Maar vaak is het wel zo dat je niet erin kan. We zijn er bijna. Come on! Woo! Heeft iemand nog TNT? Ja, ik 28. Hij heeft Dylan. Hier. En... Als dit geen like waard is... Wacht even, ik ga trouwens even deze eruit pakken. Even die het water. Oh, Jezus. En verhaal weer. Oh ja, nog 43 HP, hè. Oh ja, ik ga bijna dood. We zijn er bijna. Come on, er zit echt fucking lang te bezig hier te zijn, jongen. Oh god, maar het is wel grappig om te zien. Ja, maar dat zijn geen grote... moet in die fok. Oké. Keer kan. Volgende keer zijn we meer prepared. Oh. Ja, ik ben eruit. Rennen even! Allah! Ja! Dikke entrance, ouwe. Hup, al die sugarcane's voor ons, boys. Oh, het kan niet! Chest! Je kan er niet in. Hé, waar is mijn zwaard? Je moet opblazen. Oh mijn zwaard zat in de item frame. Kunnen we het opblazen? Hé, we hebben een cactus farm hier. Ja, oh woord. We moeten gewoon alles opblazen, jongen. Kan dat? Is dat mogelijk? Even kijken waar we zitten via F-map. Misschien kunnen we een betere ingang vinden. Ga gewoon maar hier. Ik ga je cactus oppakken. Gratis cactus! Kan je wel voor veel verkopen, volgens mij. Ja. Nee, echt niet. Voor mij is het een beetje generf. Maar wat moeten we doen dan? Want we kunnen niks weghakken hier, hè? Nee. Oh, alles hier zo opblazen, jongen. We kunnen dus niks doen hier nu. Nee, we moeten eigenlijk... Wat zit hieronder? Maar nu moeten we... Eigenlijk heb je hier voor de TNT kennen nodig. Oké. Okay. We hebben ook een XP farm hier. Wat doen? We waren dit wel voor de volgende episode. Mensen, dan gaan wij die gewoon meteen erachteraan opnemen. Anders hebben we echt een vet lange episode. Dat is niet te doen. Dus mensen, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken. Boys, dank jullie wel voor het meedoen van deze episode. Graag gedaan. Zie jullie sowieso in de volgende episode. En die is op dinsdag. Dus we moeten 4 dagen wachten voor het vervolg. Mensen, ook even kijken. Dat blauwe duimpje achter me. Als je hem awesome vond. Dan zie je graag in de volgende video. Peace.